Een hele goede avond. Hé, hey, die camera staat gek. Dat moeten we verder doen. Waarom staat mijn camera gek? Zo. Ja, weird. Nogmaals. Goedenavond. We gaan weer racen. Nieuw seizoen. Multiclass seizoen. En ik weet niet eens of ik dit seizoen wil uit ga rijden, want ik vind het behoorlijk uitdagend. Wat is nou het geval? Dit is het Euromaster 2 kampioenschap. En dat houdt eigenlijk in dat er alleen maar Europese auto's gebruikt mogen worden. En zowel GT3 als GT4 klassen. Ik heb gekozen voor een GT4 auto, waar ik een beetje spijt van heb. Want in Euroklasse betekent ook alleen maar Europese auto's. Dus had ik nou een GT4 Aston Martin gehad, dan had ik me daar nog wel lekker bij gevoeld. Maar ja, dat kon dus niet. Dus heb ik gekozen voor een Alpine. En die Alpine, die, ja, hoe zou ik het zeggen? Die ligt mij niet. Laat ik het maar zo zeggen. Alpine is namelijk een mid-engine autootje. Sportautootje. Hij is lekker los, hij is lekker wendbaar, maar zodra je over het grensje heen gaat, dan is die weg. Dan spint hij uit, dan draait zijn kont uit, dan is het klaar. En die grens vinden, nou, de grens vinden is niet zo moeilijk, maar bepalen waar je net voor die grens zit, dat is wel moeilijk. Dat vind ik echt lastig. Dus ik ga het gewoon proberen. Ik voel me daarbij ook niet geweldig. Ik heb mijn gezondheid wil even niet meewerken vandaag. Dus nou ja, we zien het wel wat het wordt. 30 liter in. We gaan een beetje een oefeningetje rijden. En ik verwacht eigenlijk dat ik stevig als laatste ben, omdat ik dus deze auto gewoon niet in de smiezen krijg. Ik zie mensen deze week op de training servers die opgezet zijn door RCI tijden rijden die gewoon 3-4 seconden onder mij liggen. En een GT4 is al een dead slow apparaat. Dus dat belooft wat. Of niks. De Alpine. Wat kan ik ervan zeggen? Alpine A110. Lichtgewicht autootje, klein motortje, dus hij heeft echt motorvermogen tekort. 1,8 liter 4 cilinder, twin turbo, of een normale turbo zelfs, geen twin. Nou, vergelijk dat met een Aston Martin waar gewoon een twin turbo 4,5 liter V8 in ligt. Natuurlijk teruggezet naar GT4 specs, maar het is wel een ander formaatje motor, zeg maar. GT4 is voor de rest eigenlijk een beetje de opstapklasse naar GT3. En de auto's zijn eigenlijk wat meer ingericht naar de straatversies van de auto's die je gewoon kan kopen. Dus het is wel lichtelijk aangewerkt. De Alpine 110 heeft een wat groter achtervleugel. En de opvang is wat anders. De inrichting is natuurlijk wat Spartaans. Zie je niet zoveel van nu, maar... geen grondeffect. Nagenoeg geen diffuser, dus je kan er ook een beetje wat meer, ja, zijn we gewoon wat minder downforce. Dat zijn wat glijeriger, wat drifteriger. Je kunt ook wat makkelijker over curbstones heen, want ja, je kan niet bottomen. Als je een auto met een diffuser bottomt, dan leg je er eigenlijk uit. Vlieg je eruit. En misschien al opgevallen, links, rechts onderin, daar staan mijn bandentemperaturen, die waren nog helemaal blauw. Want in GT4 zijn geen bandenwarmers toegestaan. Dus je begint met ijskoude, knijterharde, underinflated banden. Dat is ook wel een dingetje. Maar goed. Dus de eerste twee die ronde rijdt het apparaat nog niet zo lekker ook. Maar goed, dat heeft iedereen. In GT4 rijdt, dus daar is dit geen nadeel of voordeel in, relatief gezien. Circuit waar hij is Imola. Uiteraard bekend van de vele ongelukken, waarvan een aantal dodelijk in de jaren 80 en 90. Snel circuit, snelle omloop en drastisch veranderd na het Formule 1 weekend van 1994. Voor velen waarschijnlijk wel bekend. Met 3, 4, 5 zware ongelukken, waaronder 2 dodelijke. En waaronder natuurlijk Ayrton Senna. We beginnen vanaf het rechte stuk hier. Vroeger was hier de Tamburello-bocht langs deze buur. Die is niet meer. Het is nu een chicane geworden.
Hier is Ayrton Senna de muur ingegaan. Dus het is nu een... Oh, ja, lekker. Gaat het zand in uit. Ja, daar ben ik hem kwijt. Hoppakee, bonk, kapot. En dan zie je dus deze auto. Je bent hem ineens kwijt. Heel vervelend. We gaan opnieuw. Weer koude banden natuurlijk. Want met schade is het ook klaar. Zo het circuit verder doen. Ik heb de afgelopen week behoorlijk veel geoefend. Ik heb een paar offline races gereden. Multiclass en alleen GT4. Dat gaat best aardig als ik rustig blijf rijden met deze auto. Maar ja, met rustig rijden win je geen races. Ik kon daarin wel redelijk opklimmen tegen de AI. Maar ik denk dat ik tegen online spelers niet op kan boksen in deze klasse. Hier is mijn doel niet laatst te worden. Car on the left. Clear on the left. GT3 BMW. Oh, dag BMW. Car on the right. Clear on the right. Dit ook. GT3's of GT4's hoeven niet uit de weg te gaan voor GT3's. Deze mannen rijden alsof ik dat wel moet doen. Wat ik dus zei, je moet rustig rijden in deze auto. Ik moet rustig rijden in deze auto. Wil ik hem niet van de baan afrossen. Met rustig rijden win je geen races. Het GT3 rijders, auto's zijn duidelijk een stuk breder, meer grondeffect. Beduidend meer vermogen. Ja, te enthousiast. Even liften, want... We gaan het nog een keer proberen. Rechterstuk. Voorheen lag hier vroeger een chicane voor de pitstraat. Die is verlegd. Zit hier nog een stukje ervan. Dan gaan we richting de Tamburello bocht. Wat nu dus een chicane is geworden. De Tamburello bocht is niet meer. Nou, natuurlijk het dodelijke ongeval van Senna. Maar ook eerdere zware ongelukken van Piquet. In de jaren 80 Berger is hij keihard afgegaan. En ook zijn auto in de brand gevlogen. Zijn Benetton tijd. Dan. Hard hierdoor. Ook dit was vroeger één bocht, de Villeneuve. Nu ook een chicane na het dodelijke ongeluk van Ratzenberger in datzelfde weekend. Het waren allemaal hele snelle, vloeiende bochten. Hier de Toaster Hairpin. Dan gaan we omhoog naar een medium snelheid sweeper genaamd de Piratella. Gaat ook weer naar beneden, dus je wordt een beetje licht hier als je over de heuvel heen gaat. Naar beneden, Acqua Minerali. Dat is een combinatie. Als ik die wilde pak hier, word ik spinnerig. Die mag er langs hier. Dan de variant Alta. Dat is een chicane. Lastige chicane ook, omdat er hoge curbstones in het midden liggen. En we accelereren uit. De banden komen nu een beetje goed op temperatuur. Links voor is nog een beetje underinflated. ...56,9. Mijn record is 54,1. De auto in goede doen.
Dat was dan Morello weer. Door naar de Villeneuve. Het voordeel van een GT4 is dat je hier goed overheen kan. Die binnenkant, GT3 kan nog wat minder. Met name de mid-engines hebben daar grote problemen mee. Ik sta zevende van de 10. Hier linksboven zie je nu twee cijfers staan. De eerste is in eigen klasse, GT4. Dus relatief sta ik zevende van de 10 mededingende GT4 auto's. Ik sta 25ste van de 38 totaal. Dat zijn natuurlijk allemaal GT3 auto's. Ik merk aan mezelf, ik moet het gewoon rustig aandoen, want als ik ga duwen, als ik ga pushen, dan ben ik deze auto gewoon ineens kwijt. En als ik schade rijd, ja, dan is het natuurlijk het feest voorbij. Want deze auto heeft gewoon niet het vermogen, ongeacht de skills van de rijder, om rap in te lopen op achterliggers. GT4's zijn eigenlijk nog meer gelijk aan elkaar dan GT3's, voor zover dat mogelijk is. Vijfde van de 11. Voor wat dat betekent, hè, want het is een free practice. Het was volgens mij in de pre-kwalificatie uiteindelijk één na laatste. Maak mij geen illusies. Car on the right. Clear on the right. Maar ik ben wel benieuwd. Ik heb nog nooit online een multiclass race gereden. Tenminste echt kampioenschap. Eén keer wel een race. Dat ging niet zo geweldig. Met name vanwege de agressie van de agressief rijden van de GT3'ers. Kijk, er stonden ze GT4 en een GT3 langs de kant. Car on the left. Clear on the left. En dat betekent gewoon dat als een GT3 een gaatje ziet, dan gaat hij ervoor. En ook al kan die GT4 niet zo makkelijk van zijn lijn afwijken, dan heb je heel vaak een crash. En als dat gebeurt, dan ben ik er snel klaar mee. Ook heeft de wedstrijdleiding gezegd dat ze daar streng op zullen zijn en dat je daar ook in de AM-serie, dus de AMC-werking rijdt. Er zijn ook een Pro en een Zilver, volgens mij, of alleen maar een Pro. Nee, Pro en AM zijn er. Splits. De Pro-versie wordt ook live uitgezonden als verslag via YouTube. En die worden gewoon meteen, er zit een wedstrijdleider op. Op de EM-split zit dat niet. Dus moet je naderhand een klacht indienen en dan kan je die. Dan kan de ander daar penalties mee krijgen. Dus. Maar ja, daar ben je natuurlijk zelf niet mee gewonnen. Je kan een ander mee pesten. En misschien is het leuk voor het kampioenschap. Maar zelf schiet je er natuurlijk niks meer op als je met schade uit de race wordt gestuiterd. En je ziet nu pas dat die rondetijden richting de 1.54 gaan. Dan zijn we dus 5 rondes onderweg. Dat je banden nu een beetje op de temperatuur en druk komen waarvan we zeggen, ja, nu rijdt het lekker. Deze mix is moeilijk, deze Acqua Minerali. Ze kunnen heel makkelijk te langzaam doorheen gaan, te veilig doorheen gaan. Maar de grens opzoeken is link, omdat je in een soort put zit. En dat doet het nodige met je ophanging. Met je wegligging, als je daar wat al te enthousiast doorheen wil.
Maar ik en GT4 gaan niet goed overweg. Ik wil wel zeggen, in de GT4 Aston Martin, dus de Aston Martin Vantage versie in GT4 vorm, daar ben ik eigenlijk 1,5 tot 1 seconde sneller in dan in de Alpine, ongeacht de baan. Maar ja, die mocht ik kiezen. En die ligt ook veel meer in mijn rijstijl. Dit is toch een mid-engine en een mid-engine auto. Ik rijd er minder lekker in. Oh, daar gaan we. Kijk, iets te hard. Kats, kijk. Als me dat gebeurt in de race, ben ik klaar. Severe damage, bekijk het maar. Dan ben ik gewoon klaar. En dit gebeurde dus heel snel. En waarom? Alleen omdat ik een klein beetje van mijn lijn afweek. Laten we eens even kijken. Laat ik even een goede ronde pakken. Hier komen we het rechtstuk op. Visueel vind ik het een mooi autootje. Hij is klein, gestroomlijnd. Hij heeft nog best een aardig geluidje uit die ene uitlaat. Mooi wel ook wat. Kan redelijk goed over de curbs. Je ziet dat die auto veel meer rolt dan een GT3 of een Formule 1 auto. Dat gaat. Die hebben natuurlijk een veel stijvere vering. Een kleinere ground clearance. Hier is het allemaal veel ruimer. GT4 is doorgaans het voorprogramma van GT3 ook in races. Dus als de European Challenge op YouTube is, want die wordt live uitgezonden op YouTube via het GT World kanaal, dan is dat doorgaans een weekend vol met leuke races. Met zowel GT4 voorprogramma als sprint races of endurance. En GT3 erachteraan. Het ziet er niet langzaam uit, vind ik dan. Maar ik ben het wel. Door Mineralie heen, naar boven, de helling op. En we komen aan bij Tosa. Over die hoge bumps heen. Dat kan deze auto iets meer dan een gemiddelde GT3. Maar ja, een GT3 die accelereert hij natuurlijk gewoon keihard weg. En dan komen we bij de Rivazza's, als ik het goed heb. Zeg ik dat goed? Ja, Rivazza 1 en Rivazza 2. En weer terug het rechterstuk op. En dan zie je hier, als ik even naar de bovenkant, hier zie je die oude chicane straks voorbij komen. Waar vroeger de pitstraat, kijk, die was hier, toen begon hier de pitstraat. Je ziet het duidelijk het verschil tussen die Mercedes, die AMG en GT3 en mijn auto. Het is een veel groter apparaat. Het is echt serieus grote auto's. Zeker als je ze vergelijkt. Kijk, en hier zie ik de achterkant. Iets andere lijn. Klats. Nog een keer. Van bovenaf gezien. Tamburello uit. Dan heb ik een iets te lijn ver naar buiten en dan ga ik slippen. Ja, dan ben ik hem eigenlijk gewoon kwijt. En dan is het gewoon klaar met je auto. Als dat gebeurt in de race, dan moet ik even kijken of hij nog rijdt. Maar dan ga ik ervan uit dat het gewoon een quit to pitstraat is. En dan moet ik eens kijken wat ik mee doe met dit kampioenschap. Maar vooralsnog, ik sta 7e van de 11. Oh. Eens even kijken naar de timetables. Nou, GT3 staat uiteraard bovenaan. Je ziet dat daar gewoon tijden van 1.43 worden gereden. Normaal rij ik hier een 1.45 laag, 1.44 hoog. Dus dan zou ik toch best een aardige GT3 reis neergezet hebben. En is niet iets interessants. Je hebt hier de BMW's, de nieuwe BMW M4. Die zijn hier dus eigenlijk te goed. Je heeft natuurlijk, dit jaar gaat hij pas op circuit rijden. Hij zit nu al in het game. En nu blijkt dus dat hij eigenlijk in game te goed is ten opzichte van andere auto's. Dus die hebben allemaal ballast gekregen. Allemaal 20 kilo ballast aan boord. Waardoor ze minder hard door de bocht kunnen. Want middelpunt vriendende kracht. Remweg is langer en acceleratie weg naar topsnelheid is groter. Nou, dat zit allemaal in de 46-47's.
En dan kom ik hier bij de GT4's aan. Daar is de snelste, dus een bijna 1,53. Een 52,9. En ik zit op een 54,9. Dus ik zit 2 seconden boven de nummer 1 in GT4. Er zijn dus wel wat mensen langzamer hier. Dat sterkt me. Maar het is trainingen. Het is geen kwalificatie. Dus we gaan het straks wel zien. En wat hebben we hier dan voor auto's? Zoals gezegd, Euromaster. Dus alleen maar Europese auto's. Dus we hebben BMW's. We hebben een Porsche Cayman 718. En BMW nog een keer. KTM Crossbow. Als Italiaan natuurlijk. Dat is het wel. KTM is trouwens een behoorlijk dapper auto om te kiezen. Ik weet niet wie het gezien heeft. Een paar weken terug hadden we natuurlijk rond de kerst een all-KTM race. Een verschrikkelijk onrijdbaar apparaat. Ik krijg even een seintje. Straks hebben we een kwalificatie. Die gaat volgens mij 20 minuten zijn. De eerste 10 minuten zijn exclusief voor GT4 auto's. De laatste 10 minuten zijn exclusief voor GT3 auto's. Zodat je elkaar niet in de weg rijdt. Dus het snelheidsverschil is dermate groot dat je elkaar zo in de weg gaat zitten. Dus we willen zo clean mogelijke kwalificatie hebben. Dat vind ik wel gaaf dat ze dat doen op die manier. Mensen die zich er niet aan houden krijgen dus ook meteen een penalty. Of kunnen zelfs gedisqualificeerd worden. Dat is echt een behoorlijk straffe. Dus die starten dan niet eens. Voor nu is dit het even. Met auto's meerijden. Is er nog een beetje een snelle GT4 op de baan. Ik ben de enige Alpine volgens mij. Hè? Ja, ik ben de enige Alpine. Ja, de Alpine is niet... Als je kijkt naar alle GT4 auto's, de BMW is heel snel op lange stukken. Goede acceleratie. AMG ook. Maar stuurt wat beter in. Toch wel. Als de BMW. Aston Martin ook. Die zit er natuurlijk niet bij. Porsche is midden- en achtermotor. Meer midden eigenlijk. De 718. KTM ook. Die zijn wat wendbaarder. Maar die hebben allemaal wat meer vermogen. De Porsche is een 3,5 liter H6, als ik het goed heb. Of een 3 liter. De KTM is een 2 liter Audi blok volgens mij. Wel 4 cilinder. Maar 2 liter turbo. AMG is natuurlijk gewoon de 5,7 liter V8. Een gigantische motor die ook in de GT3 ligt. Teruggetuned natuurlijk voor GT3, GT4. Ja, en ik heb een 1,8 liter 4-pittetje. Die zo uit je open Astra getrokken kan worden, zeg maar. Natuurlijk wel getuned en alles, maar ja. De basis is natuurlijk niet zo hoog. Even kijken, kan ik met iemand meerijden? Dit is de BMW M4. AMG haalt hem in hier. Oh, en dan ga je. Doei. Er zitten een paar listige combinaties hierin. Maar als je te snel op het gas gaat, dat het pijn gaat doen. Daar reken ik ook een beetje op dat ik daarmee nog een goede positie kan halen. Voor mijn eigen skills moet ik het hier niet hebben. In deze auto. Zo, die gaat laag erin. In zit 3. Dat lijkt me toch een versnelletje te hoog. Maar goed, als straks voor kwalificatie die eerste 10 minuten is. Dat betekent ook dat ik daarna voor tijd heb om snel verdrinken te halen.
blijft gewoon altijd in zijn 3 zitten, joh. Wat apart. Dan ken ik de BMW niet zo goed qua versnellingsverhoudingen. Een van de kenmerken van het GT4, omdat het natuurlijk eigenlijk gewoon een beetje gepimpte straatauto's zijn, is dat je ook de versnellingsbak van de straatversie in je auto hebt liggen. Dus die versnellingsverhoudingen komen vaak gewoon helemaal niet goed over voor het circuit. Ja, toch een 53. Een paar GT3's. BMW's ook allebei. Lekkere snelle auto hoor, op de rechte lijnen. Maar ik heb ook er ook mee geprekwalificeerd en dat ging niet goed. Slechter dan in Alpine zelfs. Dit is de Porsche 718. Vind ik ook een lekkere auto. Ik ben er ook net zo snel mee met de Alpine. Weet meer dat ik dus GT4's qua rijgedrag wat minder snap dan GT3's. Ja, en de Porsche. Ik vind het een hele verfijnde, fijne auto. Maar het geluid bekoort me niet. Ik word niet heel warm van dit geluid. Ik vind het niet fijn. Anders dan hun. Als ik kijk naar rempunten en frottelpunten. Wat ik mis in Alpine is een binnenspiegel. Je hebt wel een buitenspiegel. Deze, de Alpine heeft alleen maar een buitenspiegel. De Porsche heeft ook een binnenspiegel. En dit is best een aardige tijd volgens mij. Die maakt hij niet af, deze poging. Oké, dan gaan we daar terug naar mijn auto. Er zit nog 7 minuten in de training. Ik ken wel wat mensen van andere Varion van de week. Ook in het vrijdagkampioenschap. Humphries volgens mij ook. Pardon. Zo. Over het algemeen zie je wel mensen. Het is wel een leuke club om bij te racen, RCI. Ik vind het jammer dat de amateursplits wat anders behandeld worden dan de hogere splits. Als het gaat om live broadcasting. Als het gaat om live race director. Dat het allemaal als incident report ingediend moet worden en dat je anderen dus een penalty aansmeert, maar daar heb je zelf niks aan. Ik vind een race director die on the fly gewoon beslissingen neemt, vind ik ja, stukken helderder. En natuurlijk een zeg maar een broadcast met een paar verslaggevers, alsof je gewoon televisie en motorsport zit te kijken. Dat is natuurlijk ook wel gaaf. Dat doen ze ook niet voor automateurs. Dat vind ik wel jammer. Maar ja, moet ik maar weten worden. Dat is dan het geval. Ondertussen sta ik dus niet achteraan. Dat vind ik dan toch wel weer geinig. Want ik had wel verwacht dat ik stijf achteraan zou staan. Maar dat valt voor ons nog mee. Oké, ik ben heel even naar beneden. En voor de kwalificatie ben ik terug. 5 minuutjes. Tot zo. Thank you.
Zo, en weer terug. Moet er even af en toe tussenuit voor vaderlijke taken. Oké, 37e van de 39. Het is niet de laatste. Het is ook waardeloos slecht, dat wel. Maar het is wat het is. Ik ga eens kijken hoe die race rijdt en wat ik ervan vind. En dan ga ik eens nadenken of ik in dit kampioenschap blijf of niet. Speaking of which, op de woensdag had ik gepland staan bij FD Racing. En ik zie de aankondiging komen. RCI TV is live. Met de Pro. Dus je kan op YouTube ook de Pro-serie volgen. Als waar dat je nog gewoon een normale wedstrijd zit te kijken. Op woensdag zou ik de FD Racing Club joinen met hun nachtraces. 4 nachtraces voor de Night King trofee. Die gaat helaas niet door. Te weinig aanmeldingen. Dus woensdag en vrijdag. Dus aanstaande woensdag rij ik weer met Aris. En zijn vrolijke pro-bende club. Op volgens mij Laguna Seca. En ik denk dat ik daar eens in de Bentley ga rijden. Dat is een eenmalige race. En natuurlijk ook wat analyse erachteraan. Maar dat is woensdag. Vandaag is vandaag. We staan op de wachttijd. En dan gaan we zo kwalificeren. En zoals gezegd, de eerste 10 minuten zijn voor de GT4's. Die moeten na 10 minuten naar binnen. En dan gaan de GT3's zich kwalificeren. En dan hebben we een race straks van een uur. Waarin er een pitstop verplichting is. En een pitwindow van uit mijn hoofd 47 of 57 minuten. Dus een groot deel van de race. Waarin minimaal 1 liter brandstof moet getankt en voor de rest niks. Ik denk dat ik gewoon met 95 liter ga beginnen. Ik ben toch langzaam. En ik ga mijn pitstop doen met 1 liter brandstof en voor de rest niks. Dan ben ik zo snel weer uit. Hopen natuurlijk dat ik geen schade rijd. Als ik schade rijd, dan ben ik helemaal reddeloos verloren. We gaan het merken. Er zijn wel heel veel BMW's, zeg. Kijk eens jongens, hoeveel BMW en 4 er tussen staan. Echt heel veel. Niemand rijdt de M6 meer. Echt helemaal niemand. Waar er echt nog wel rijders zijn, zoals een bekende Niels Jouwjoks die heel goed is in de M6. Een goede BMW-rijder is, daar ook races mee wint. Tegen andere echt hele goede rijders. Niemand rijdt de M6 meer. Helemaal niemand. Heel apart vind ik het wel. De M6 is niet per se een slechte auto. Hoogstens log. Daar gaan we. Het is 31 graden. We pakken een setup van 30. Maar de banden mogen best wat warmer worden. En 15 liter, ja. Start. Low tire pressure, stay clear on the curbs. Ijskoude banden allemaal, dus de eerste twee die ronden is het gewoon even afzien. Wel gewoon een normale snelheid rijden, maar niet maximaal. Want de kans dat je dan van de baan afglijdt is groot. En ik moet dus eigenlijk stoppen rond de 10e, 11e minuut nog te gaan. Want dan zijn de GT3's in de beurt. Glijerig is dat de auto niet een beetje dwars is om te willen gaan sturen. En je hoort ook wat sneller het telltale slipgeluidje, dat de banden een grip verliezen. En dan moet je in deze auto dus uitkijken, want de achterkant die wil weg. Die wil ontsnappen. Trainingsserver vandaag kans op regen gaf ineens. De rest van de week niet.
Dat betekent dat er dus een variantie in de weersinstellingen zit die ervoor kan zorgen dat het kan gaan regenen. We beginnen onze eerste snelle ronde. Als deze auto een beetje stabiel wil houden, dan laat ik hem veel rollen door bochten. Dus gewoon gas los en laten rollen. Maar ja, dat is niet het snelste natuurlijk. Het snelste is of remmen, diep inremmen of gas geven. Dat waardeert deze auto gewoon niet zo als je hem ruw gaat behandelen. Ook te ver naar buiten. Netjes. Wat nog steeds niet optimaal, maar weer wat beter. Je ziet het meteen in de bochtentijd die ik uit Tamburello haal. Bijna een halve seconde sneller. Zevende van de elf. Best een plezierig autootje om te rijden. Maar je moet het rustig aandoen. Ja, het is wel een race. Het is geen zondagstripje. Seconden eraf ongeveer. 14 minuten te gaan, dus ik heb nog 4 minuten. Ik denk dat ik nog 2 rondjes zal mogen rijden. Ongeveer. 9 van 11. Dan kun je nog sneller zijn en lager komen. Kijk, nu durf ik wel vooruit te gaan. En als gevolg, oh jee. Dit is dom. Kijk, en dat kost me meteen een ronde tijd. Ik ben buiten de track limits gegaan en dan krijg ik je ronde niet meer. Yellow flag in sector 3.
Jammer, het is een snellere ronde. Toch niet. We zijn geen laatste, we zijn geen laatste. We zijn één en laatste. We doen de laatste rondje nu. En dan moeten we naar binnen. Potentieel is dit mijn snelste ronde ooit hier met de Alpine. Mijn record ligt 54-1. Zo, niet gekke woorden. 53-7 potentieel. Het vervelende hiervan is dat ik totaal geen idee heb wat ik nou beter doe. Denk ik de Aquinerali beter erin. Achtste van de elf. Ik maak meteen even ruimte voor de GT3 boys. Dan ben ik weer heel even weg. Even drinken pakken. En dan ben ik weer 10 minuutjes terug voor de race.
Oké. Hoe staan we ervoor? Natuurlijk nog steeds 8e in de klasse. Oh, deze GT3 is nog niet eens gekwalificeerd. Die staat van achteraan. Zwominum. Die start ook niet meer. Het haalt het niet. Nou, niet laatste. 2 na laatste. En ook maar net, want ik heb al een hele bloeiende, een bloedstelde ronde neergezet. Anders was ik wel 1 na laatste geweest. Snel hoor. Echt snel. Het zijn 43 timetables. Nee, in GT3 was ik. Had ik ergens rond de 20e plaats gezeten. Snelle jongens. Voor amateurs vind ik het echt snelle jongens. Mijn auto gaan zitten, dat schat meer straks. Nou, kijken wat we ervan maken. Ik hoop op een leuke race. En een sportieve race. Ik ben benieuwd waar ik terecht kan komen, eigenlijk. Ik ben bang dat de enige vorm van winst voornamelijk ligt aan het falen van anderen. Maar goed, dat is vaak in mijn geval het geval. Omdat ik gewoon best wel, als ik het zelf zeg, redelijk stabiele rondes neer kan zetten. Oké. Het linkje staat dus een GT3 achter. Dus straks bij de start. Is die ineens een klap sneller dan de 10 auto's voor hem. En als die te enthousiast aan het werk gaat. Let ook weer op bandentemperaturen. Want GT4 hebben dus koude banden met beginnen. Oké. Ik neem de 30 graden afstelling. De track is 31, dus neem 30 graden. Hier doe ik verder niks aan. Ik zet mijn current pressure, zet ik goed. Fuel uit de add op 1. En ik zet de brandstof die ik meeneem op. Nou, 95 is safe. Ik zet hem op 94. Ik tank 1 liter. En dan ben ik meteen weer weg. Dat is het idee. Als ik druk er nog bij moet stellen, dan kan dat. Nee, want ik wissel geen banden. Ik ga geen banden wisselen. Moet ik even goed in de gaten houden, dat ik dat straks meteen instel. Nou, dus dat. Oké. 1 uur race. Pit window. Refuel. Geen tire change. Geen driver swap. Die zijn grayed out. Ja, hij zegt het ook al. De Lambo at the back of the field, please chill at the start. Ja. Ja, dat kan echt wel een ding worden. Die staat daar. En die is een klap sneller dan wij. Een beetje boozy gewoon. Zijn gezondheid zit niet lekker ook, dus ik. Maar ja, ik heb wel weer de snelste ronde neergezet ooit in die Alpine op Imola, dus weet ik veel. Maar zodra de race afgelopen is, ga ik lekker mijn bedje in. Dat alweer wel.
Nou, daar staan we dan. Zo te zien is het een volle formatieronde. We staan op start-finish. Een voorrondje door het circuit. Nou, nogmaals gaat het rechtstuk over zo'n lang rechtstuk. Een beetje glooiend. Naar Tamburello. Vroeger liep het dus door als een bocht hier. Maar nu loopt het in een chicane. Door naar Villeneuve. Dat liep vroeger zo als een knik. Maar nu loopt hij dus even die chicane in een knik naar binnen. Vroeger liep hij dus in één keer door. Dan hier door Tosa heen. Naar boven naar Piratella. Vanaf Piratella naar beneden. En dan in die 1-2-3 combinatie hier Acque Minerali. Dan komen we hier bij variante Alta. En dan bij de twee Rivazzas. En vroeger zat hier nog variante Bassa volgens mij. Dat was de chicane voor de pitstraat. Je ging de chicane in om dan het rechtstuk op te gaan. En je ging rechtdoor bij de chicane om de pitstraat in te gaan. Maar dat is niet meer. Het circuit is na 94 grondig aangepakt. En eigenlijk pas sinds de coronatijd weer in zwang bij heel veel raceklassen. Formule 1 rijdt er weer nu. En ook echt wel gave races. Ja, het is een beetje een oldschool circuit. Er zit wat hoogteverschil in. Ja, en dan zie je toch dat die oldschool circuits, dat die in de basis wat gevaarlijker waren vroeger. De scherpe randjes zijn er afgehaald. En je hebt gewoon een heel gaaf circuit nu. Waar een, noem maar even een 13e dozijn Herman Tilker circuit gewoon niet aan kan tippen. Heerlijk is heerlijk. Ik stel zo meteen mijn pitstop in, als het kan, voor de start, dat ik geen banden wil wisselen. Dertig seconden komt eraan. Drive. Ignition. Start. Controls zijn unlocked, kan niks doen. Rem staat vol open. Straks zal het signaal komen vanaf het begin. Dan gaan we in een single line, gaan we het hele circuit afrijden. Stay in single file. Single file, sorry. Kan je banden een beetje opproberen te warmen. GT3's hebben er een klein nadeel, want die banden die koelen juist af. Die kan met bandenwarmers. En bij ons zijn ze, bij ons GT4's zijn ze steenkoud, dus ze kunnen alleen maar opwarmen. Kijken of we een beetje warmte in kunnen krijgen. Ook mijn remmen een beetje opwarmen, want dat warmt ook meteen de velg van binnenuit op. Is wel minder gemaakt met persversie 1.8, maar nog steeds aanwezig. Je kan beter je banden opwarmen van binnenuit dan dat je ze aan het scrubben bent. En dus in feite aan het afsluiten voordat de race begonnen is.
Staying double file. Maar ik dacht dus wel dat er meerdere Alpine-rijders waren, maar die zullen dus wel aan de pro-split zitten dan. Stek. Nou, here we go. Green light, green light. Go, go, go. Let hier. Car on the right. Clear on the right. There is a slow car there. Car on the right. Clear on the right. Car on the left. There is a light damage. Clear on the left. Nou, dankjewel. Zo vermoeiend. Nou, daar komt dus een incidentrapport aan. Yellow flag ahead, be careful. Eentje uit de Pirotella. Twee zelfs. Een GT3 tegen een GT4 aan. Vooralsnog merk ik niks van schade. Maar ja, het is natuurlijk wel weer ruk, zo'n start.
motorvermogen het gewoon niet winnen van een BMW M4. Die trekt mij er gewoon uit. Twee mannen die achter mij zitten. Drie mannen die achter mij zitten. Twee daarvan hebben al een pitstop gehad zelfs. Met zijn MSG GT3's. Ze hebben gewoon schade opgelopen. Moeten zich terugvechten. Nou, laten we zijn tijd neerzetten. Dan zie ik een beetje. Eerst een stop en go. De zee is slecht voor mij. Pitstop kan er nog steeds een stop en go staan. 30 seconden. Waarschijnlijk te snel geweest in de pitstraat. Ja, dan gooi je race echt. Pitlane speeding. Blijft Ireland in de BMW nog aardig bij. Ik denk dat ik de pits in kom zodra ik het GT3-veld langs me ga krijgen. Want dat is natuurlijk een trein van auto's achter elkaar. Ik heb nog steeds de bandenwissel erin gezet die ik had willen zetten. De niet-bandenwissel, ik het zo zeggen. Informatieronde. Schade. Nou, je mag gewoon mee pakken. Of ik zeg, bekijk het maar. Vooralsnog heb ik er niet veel last van.
mijn machine is langzamer, maar mijn handling is niet geraakt voor zover ik kan voelen. Kijk, dan heb ik 3 seconden. 8 seconden is veel, hè? Brandstofverbruik ingeschaald 2,7 liter per ronde. Dat is in werkelijkheid nu 2,25. Dus ik heb toch genoeg brandstof bij me ook. Ga dan maar zitten. Mijn handling is niks mis. Bij 1 al aan. Dan zit je 3 in de pits. Is berg. Er zijn nu genoeg rechte stukken hier. Waardoor een GT3 makkelijk een GT4 in kan halen. Even een bocht, een circuit als de Garoling, om het te noemen. De Nürburgring ligt even anders. Wat langer opgehouden worden. Yellow flag is set to 2. Faster car approaching, watch out. Yellow flag is set, watch out in front. Mark, KTM. Dat is een GT4. Je hebt een foutje gemaakt. Nee, dit is zo link. Car on the left.
faster car is approaching. Watch out. Car on the left. Clear on the left. The faster car is approaching. Oh. Car on the left. Clear on the left. Voor. Die stond er net ook. Gewoon maar met foutjes. Nou. Dat ging bijna mis. Zelfs de KTM, met zijn verschrikkelijke rijgedrag, is nu gewoon sneller hier, omdat die KTM een betere motor heeft. Een grotere motor heeft. Het is maar 2 liter. Slow car ahead. Yellow flag, be careful. Faster car coming up behind you. Hey, dat is Ireland. Ook is een BMW. Er liggen kansen voor als je hier heel blijft. Jezus man, hier zou je gewoon even moeten wachten. Ronde 8. Nou, nu gaan we wel repareren. Bedankt, bedankt, bedankt. Schade jongens, mafkezen. Dit haat ik echt. Dit vind ik echt goed. Ik ga wel kijken penalties indienen. Ronde 1, ronde 8 volgens mij. Weet je, een GT4 hoeft niet van zijn lijn af te gaan. Sterker nog, een GT4 moet op zijn lijn blijven, moet op de racelijn blijven, zodat hij voorspelbaar is voor de anderen. Ja, als die anderen dan toch gewoon voor zijn fuck rijden, ja, dan heeft het niet heel veel zin. Sector 3.
faster car is approaching. Weer er mee. Car on the left. Clear on the left. Faster car is approaching. Stop ik over 30. Nou, dat is zijn dood, mijn brood. Car on the left. Be on the left. Ruimte geven. Dat is prima. Goed, ik leg 10e van de 11 in de GT4 klasse. Right. 35 van de 37 in totaal. Ik haat dat ik geen achteruitkijkspiegel heb, behalve mijn zijspiegel. Kan ik zien waar die is? Of kan ik dat niet? Car on the right. Clear on the right.
car is approaching. Mensen die nog een pitstop moeten maken. Ja, ik heb natuurlijk 22 seconden schade moeten pakken. Dus iedereen een beetje sens in zijn hoofd. Dus zijn ze met een volle tank gestart. Dan wisselen ze geen banden. En pakken ze ook 3 seconden pitstop voor alleen een litertje benzine. Dat is minimaal verplicht. Daar kom ik er natuurlijk nooit bij. Maar net even een drive toe, maar dat is een GT3, daar heb ik niks aan. Daar wordt nog geen laatste. Ene laatste. Wel stabiel afkloppen. Faster car is approaching. Yellow flag is sent on. Car on the left. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left. Run up, mate. The fastest lap so far. Achter me zitten. Die liggen een ronde voor mij. Dat is 25, posities 25 en 26. Dus die moeten nog maar binnen. Dat is een GT3. Dat zie je door het blauwe hoekje in het race nummer links onderin. Het blauwe hoekje erin betekent GT4 rijder. Auto. GT3 lukt dat niet. En de GT4 is best wel aardig over die curbstones in die chicane heen. Stoppen boven 30. Het is een GT3 rijder. Ligt er een ronde achterop. Hè?
Ja, niet mijn klasse, dus het boeit niet. Bezig zijn dan. Car on the left. Clear on the left. Faster car coming up behind you. Car on the left. Clear on the left. Slippen nou, maar niet. Car on the left. Faster car approaching. Watch out. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left. Vest uit moeten doen. Warm. Auto's binnen, waaronder de nummer 34, Grommark. Die haal ik niet meer in. Jij bent niet mijn tegenstander. Dan zal ik in het begin van de race achteraan volgens mij.
faster car approaching. Put your hand. The faster car is approaching. Bijna. Car on the left. Yellow flag in sector 3. Clear on the left. Faster car coming up behind you. Negende van de 11. Geen laatste. Dat is het enige criterium. Ik wil geen laatste worden. Snel niet hoog. Ja, dan moet je, dit moet je niet doen natuurlijk. Nou ja, weet je. Die man achter komt nog steeds naar binnen. En ligt een ronde voor op me. Voor mijn lange pitstop. Dus eigenlijk kan je zeggen, laat hem er gewoon door. Maar ze zitten er ook niet in elkaar. Dit hoor jongens, zo dom. Ga gewoon lekker dat gaatje zoeken bij een GT4 auto dan, eikel. Zo collision, wie raak ik dan? Leg je al 2-3 ronden voor of hem? Rode Waas racen. Car on the left. There's a car leaving the pit lane. Watch out. Clear on the left. Kijk, toch zie je, kan die Porsche redelijk bijhouden. Hij is 26, dus hij zal ergens in de top 5
van de GT4's liggen. Want we zijn met 37 auto's. Ik weet eigenlijk niet of we ook met 37 starten. GT4's. Dus dan zou de eerste zou 27 moeten liggen, dan kan het natuurlijk nooit 26 liggen. Nou, misschien is het wel zelfs de nummer 1, joh. Oh. En dan kan ik aardig bij blijven. Niet genoeg, maar het is ook geen wereld kunnen verschillen, in de race althans. Het weerbericht blijft goed, droog. Yellow flag in sector. Faster car coming up behind, watch out. Al met al vind ik het wel grappig met de klasrace. Ik weet niet of ik de volgende keer weer GT4 zou kiezen, of dat ik dan GT3 zou gaan. Maar ik race bijna nooit GT4. En dat maakt het grappig. Faster car coming up behind you. Knipper wat je wil, ik heb geen spiegel. Ik zie het alleen in mijn zijspiegel. Kwartier nog. Car on the left. Clear on the left. Faster car coming up behind you. Kijk, zo kan het ook. Zonder dat je tegen buttfucked wordt.
approaching. Watch out. Losing time to the car in front of sector 2. Pitching Brown. Er komen wel meer in die auto. Dat zie je niet in de rondetijden terug, maar ik voel me er wel steeds wat comfortabeler in worden. Slow car, hè? Niet zoveel. In een oude vertrouwde Aston. Wells voor me. Acht seconden voor me. 7,5. Ik heb het achtste van 11 doorgekregen. Ben ik dus in de race niet, maar is te competitiever dan ik dacht. Faster car coming up behind. Watch out. Faster car coming up behind you. Ja, jongen. Laat ik verdomme nog ruimte over ook. Ronde 24. Ronde 08 en 24. Ja, hier word ik scheidziek van. Ik kan hier echt heel boos om worden. Neigt op de rage quitten. Mafcase. On the right. Clear on the right.
is de enige hoop had om nog een plaatsje op te schuiven. Die had ik 8 seconden voor me. Ja, dat is nu gewoon 20. Achtste gaat het worden, als er geen gekke dingen gebeuren. Vijf seconden achter. Met nog 5 minuten te gaan. Wie gaat snel? Wie gaat mij pakken? Komt Trickle uit de drive-thru. Ah, die komt dus niet voor mij om hem in te halen.
laatste moment net mijn achtste plek niet kan houden. En wederom motorvermogen, hij trekt hem gewoon uit. Kaneko zit nu achter me. Dat is de nummer 10 dan. Dat is echt 9 nu. Voor de Rivazza's, dat hele laatste ronde in. Mooi zo. Ik ga meteen even schrijven. Als ik een potlood kan vinden, wat hier hoort te liggen. Dan spok ik een pen daar vandaan. Zo. Lap 1, lap 8, lap 24, car nummer 50, dat ben ik. Zo. Ik ga even return to garage, zo. Die raakte mij in de eerste rond. Eerste ronde. Pak. Die BMW. Ireland. Oink. Ja, jongen. Echt hoor. Wat is dit dan?
Hij stopt gewoon ook. Wat is dit nou voor... Geeft hij de positie terug of zo? Wat gekkigheid is dit. Oké, ronde 8. Nou, het zal ronde 9 zijn. Die is langer. Ja, dit dus. Kom op man. Nummer 41, ja. Lekker hoor. Even kijken, rondje 25 was het hè. Moet gewoon gedivebond. Rondje 25. Beetje aan het eind was het, hè? Pieratella 1. Beneden. Twee vechten Honda aan. Ja, je kan een beetje knipperen. En dat doet er helemaal niet toe. Ik mag gewoon maar rijden, blijven rijden. Ruimte aan de linkerkant. Ja, dat doet hij gewoon niet. Nee joh. Hoppakee. Kom ik naar de volgende auto. Daar is hij. Humphries, is dat hem? Nee. 46. Stevenson. Nou, lachen. Oké, nou gaan we er wat mee doen, denk ik. Eens even naar de highlights kijken nog. Start. In principe ging dat nog best wel aardig. Ik denk dat de BMW gewoon bij naar beneden komt. Voor en achter schade, ja. Dan word ik ingehaald door die Jesse Lee. Dat is een rondje 29. Oké. Dat is een korte highlight dan.
Hier heb ik weer schade opgelopen. Die was lang gerepareerd. Dus hier heb ik een schade opgelopen van die mafketel die me in de muur zette bij Rivazza. Niemand in hier, hè? Ik weet niet hoe hij erbij komt. En een race finish. Ja. Maar de race waar hij langs komt en ik meteen afgevlagd word. Ik dacht dat ik nog een ronde zou hebben. Dit was dus race 1 in het Mixed Euromaster Championship. En ik in een GT4. Iets met de ratings. Ik heb natuurlijk wel knallers gemaakt. Dus kijk, dat is niet zo heel... Ja, al met al. Dit moet ongeveer een factor 10 zijn met elkaar. Trust versus OBWP. Nou, dat is net eronder. Dus de facto ben ik niks vooruit gegaan. In mijn safety rating voor de rest, voor wat uitmaakt. Dit was deze race. Ik ga lekker naar mijn mandje. Morgen ga ik even wat... Even overdenken wie ik waar ik penalties voor in ga dienen. Waar ik de race director om een beslissing ga vragen. Ik heb 3 crashes gehad waarvan ik van alle 3 eigenlijk vind dat ik daar niet aan schuldig ben. In de eerste word ik gewoon van achteren geraakt zonder dat ik dat zie. In de tweede word ik in de Alta word ik gewoon gedivebombed door die GT3 Audi. En die derde, ja, kiest hij deserveert gewoon de verkeerde kant. Ik geef ruimte aan helemaal links. Hij kan gewoon samen met zijn maatje gewoon links inhalen. Hij kiest voor rechts en daar is geen ruimte. En dan gaat het fout. Nou ja, we zien het wel. Dit was hem voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Ik ga lekker slapen. Toedeloe, tot de volgende.